Goeiedag, vandaag kwam ABN AMRO met haar jaarcijfers. Deze vielen fors tegen en het aandeel daalde 8%. Dit was een verrassing, want concurrent ING liet juist uitstekende cijfers zien en steeg op de cijfers met 5%. De zorgen bij ABN AMRO komen eigenlijk voornamelijk van de afschrijvingen op slechte leningen. ABN AMRO heeft een grote vermogenstak en die lijkt redelijk te lopen, maar er zijn toch duidelijk zorgen over de kwaliteit van de leningen bij ABN AMRO. Zo moesten ze een dikke afschrijving doen van 52 miljoen op leningen in de diamanthandel. Toch typisch dat zo'n klein niche voor zo'n groot verlies kan zorgen. Dit niche en nog wat andere kosten, onder andere het small en medium bedrijven in Nederland en ook de agricultuursector, zorgen voor druk op de resultaten van ABN AMRO. Hierdoor daalde de winst naar 316 miljoen euro in het vierde kwartaal, terwijl vorig jaar nog ruim 500 miljoen winst werd gemaakt. Het dividend blijft weliswaar gelijk, maar beleggers hadden ook meer gehoopt omdat de sterke balans van ABN AMRO hoop biedt voor hogere dividenduitkeringen. Tegenvallende resultaten, een gelijkblijvend dividend en het uitstellen van hogere uitkeringen aan de aandeelhouders stellen beleggers absoluut niet tevreden en daardoor daalt het aandeel vandaag met 7%.